We gaan vandaag een toverstaf maken van papier. Zo komt hij er ongeveer uit te zien. Maar natuurlijk kan je je eigen draai eraan geven. Wat hebben we hiervoor nodig? Een lijmpistool. Een stukje keukenrol. Gewoon A4-papier, gewoon printpapier. Mod Podge, of je kan ook gewoon een normale witte lijm gebruiken. Of andere lijm. En verf. Maakt ook niet uit, deze komen bij de Action vandaan. En een kwast, om het aan te brengen natuurlijk. We beginnen met het keukenpapier. Dit keukenpapier bestaat uit verschillende lagen, dus ik moet eventjes een laagje eraf trekken. We hebben één laagje nodig. Dat is het mooiste als je het erop wil plakken, want dan zie je het relief van het lijmpistool. Nou, dit laagje gaan we gebruiken. En die gaan we even scheuren in kleine stukjes of kleine repen. Maakt niet uit hoeveel repen. Ik heb niet lang niet alles nodig. Pakken we het blad erbij. En dan gaan we rollen. Maar we gaan rollen in de lengte. Dus hij moet zo lang mogelijk worden. Goed strak rollen. En hoe vaker je het papier rolt, hoe makkelijker het wordt. Uiteinde even vastlijmen. En nou gaan we verder met de bovenkant even dicht te lijmen. Als je hier nog wat op wil plakken, is dat nou ook mogelijk. Dan kan je gewoon lijmen en daar hetgeen, net zoals wat ik heb gedaan bij die vorige, de diamant erop gooien. Of erop lijmen. En dan het relief aanbrengen. Daarom is een lijmpistool belangrijk, zodat je goed het relief te zien krijgt als je het keukenrolpapier erop plakt. En natuurlijk mag je zelf weten hoe je het reliefje maakt. Even een lichtje erbij aan, dan zie je het misschien beter. Wel even het einde even goed verstevigen, want dat blijft nogal zacht. Omdat daar het papier het dunste is. Dan beginnen we met een Mod Podge. Klein beetje erin. Ga je eerst de toverstaf insmeren met een laagje Mod Podge. Maakt niet uit welke kant je begint. Ik ben de bovenkant begonnen. En dan rol je het papier eromheen. Het liefst met je vingers, zodat je het goed kan aandrukken. Zodat je het relief goed blijft zien. Daarna smeer je er een laagje Mod Podge overheen of lijm. En dat doe je met de hele toverstaf.
Zorg ervoor dat je geen gaatjes te zien krijgt. Dus desnoods allemaal kleine stukjes keukenrolpapier tussen plakken. Dit zorgt ook voor de stevigheid van de toverstaf. Goed aandrukken. En ook tijdens het smeren goed in de hoekjes en de gaatjes smeren. Zorg dat hij goed bedekt is met een goede laag lijm. Laat hem daarna ongeveer een dag drogen. Hij moet echt goed droog zijn. Hier zie je het resultaat als hij helemaal droog is. En dan beginnen we met verven. Ik heb voor zwart en rood gekozen, maar natuurlijk is je eigen ontwerp, dus je mag zelf weten welke kleur je gaat gebruiken. Je ziet bij mij aan de onderkant zie je zwart er doorheen komen. En dat is omdat ik een papiertje verkeerd heb opgerold. Het moest eigenlijk de andere kant zijn, maar goed. Dus ik heb eerst rood eroverheen gedaan, maar toen kwam dat zwart er nog doorheen. Dus heb ik wit eroverheen gegooid later en ben daarna weer na het goed drogen weer met rood eroverheen gegaan. Dit dekte wel goed. Kijk, hier zie je het rood. Met nog het zwarte doorheen. Dus toch maar even wit eroverheen. Dan dekt het rode nog beter. En dan komt het zwarte er niet meer doorheen. Wel even tussendoor goed drogen. Desnoods als je een föhn hebt, dan kan je met de föhn even eroverheen. Dan droogt hij nog iets sneller. Maar laat hem wel goed uitharden. Anders wordt je toverstaf het papier wordt heel week. Dus dan krijg je een hele slappe toverstaf. Gebruik hier dus een föhn. Even wat sneller te laten gaan. Maar normaal kan je ook gewoon de lucht laten drogen. Nou, dan gaan we het relief erop maken. Dat doe ik met een kwast met water. En dan in het zwart. En dan niet laten drogen, maar gewoon deppen met een doekje. Dan geeft hij iets meer diepte.
zie hier het eindresultaat van de toverstaf. Laat hem wel goed drogen. Het kan nog 2 dagen duren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.